Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. De transferwindow zit er weer op in Nederland. Het was toch wel weer een roerige periode. En voor ons, voor Cambuur, zat het venijn toch weer in de staart. Uiteindelijk kunnen wij wel weer terugkijken op een geslaagde periode. Okay, we hebben een aantal uitgaande transfers kunnen realiseren. Belangrijk voor jongens die hier minder perspectief hadden en uiteindelijk nu naar de toekomst kunnen kijken. Bedoel je mee dat Matthias Schiltz de stap heeft kunnen maken naar Deinze, België. En zich daar verder kan gaan voor zijn kansen. Dat is goed voor iedereen geweest. Omar El Baat, daar hebben we zo'n contract mee kunnen ontbinden met elkaar. Een jongen die wil ook verder, wil ook door. En waarom hier houden als je wellicht nu meer ruimte hebt en de deadline van 31 januari niet om je nek hebt hangen. Dus hij heeft nu ook de tijd om naar de toekomst te kijken. En daarnaast ook Karim Rossi. Dat heeft natuurlijk te maken met een andere invulling die erbij is gekomen. Ook hij is het minder perspectief, minder speeltijd. En het is ook een jongen die graag verder wil. En ook met hem zijn we overeengekomen dat hij de volgende stap kan gaan maken, ergens anders. Dan blijft nog over Justin Mathieu. Daar is het helaas niet mee gelukt. Er was een optie voor hem in Hongarije. Ja, daar heeft hij niet voor gekozen. Uiteindelijk is Sparta ook in beeld geweest, maar daar was geen budget meer. Ja, en voor hem houdt het nu even op dit moment. Alhoewel er nog wel windows open zijn in het buitenland. Scandinavië, maar ook Oost-Europa, waar Hongarije ook weer onder valt. Die zijn allemaal nog open, dus we gaan ook voor hem kijken of daar nog mogelijkheden liggen voor de toekomst. Maar dat is op dit moment even geparkeerd. Ja, dan hebben we natuurlijk ook, als jongens vertrekken, zijn we ook bezig geweest om jongens naar ons toe te halen. Met de insteek dat we er ook echt, ook echt beter van kunnen worden. Anders hadden we niet het idee dat we daar wat moesten gaan doen. Ik denk dat we met de komst in eerste instantie van Kevin Jansen een middenvelder erbij hebben gehaald. Een type middenvelder die we nog niet in onze selectie hadden. Een jongen met veel ervaring. Hij heeft ook al aangetoond in de wedstrijden. Dan kan nu dat hij absoluut een meerwaarde voor ons is. Heeft al gescoord, goede assist gegeven. En ik hoop dat hij dat door blijft zetten uiteraard. Maar een goede impuls voor het team op het middenveld. Daarnaast zijn we ook even bezig geweest. Vooral administratief over Matthias Gonnes. Zo heet hij. Die hebben we wat langer af kunnen tasten. Voor de winterstop geweest. Hij is ook in het trainingskamp geweest. En ook de volledige staf. Ik vind deze speler toch wel boven in onze categorie zitten. Nou, dat hing ook af van de administratieve afhandeling en dat is gelukt. En uiteindelijk is hij ons ook komen te versterken. Speler met ervaring, goede leeftijd, die ook ambitieus is. En eigenlijk een type speler die tussen de linies, vooral meer aanvallend tussen de linies, goed kan spelen. Ja, en als laatste, waar we uiteraard ook heel blij mee zijn, is de komst van Sam Hendricks, een spits. Iedereen heeft wel kunnen zien dat we prima wedstrijden op de mat kunnen brengen. Maar ook kansen creëren. Maar vooral in de eindfase willen we wat minder grilligheid en wat meer vastigheid. Sam Hendricks heeft dat al bewezen. Ook een goede leeftijd, veel ervaring. Niet alleen in de keukenkampioendivisie, maar ook eredivisie gehad. En in België. Dus we zijn heel blij met de komst van Sam Hendricks erbij. En ik denk dat we in dat opzicht gewoon hele goede zaken hebben gedaan voor het team. Voor de club. En ik wens alle nieuwe spelers ook heel veel succes bij ons. En dat we hun steunen, het team steunen. Want het doel is duidelijk. Wij willen na competitie halen. En dat met deze selectie en met deze nieuwe jongens erbij moet dat doel gehaald kunnen worden.